Heerde is Giel Bos. Ze hebben allemaal nog een kans op de overwinning. We vroegen Erwin Dokter in wiens voordeel de weersomstandigheden op dit moment zijn. Van ons hoop ik. Het thuisevenement goed voorbereid. We hadden gehoopt op dichte mist zoals gisteravond, helaas nog niet. Maar het zal echt hard tegen hard gaan. En hard tegen hard ging het. Op vrijdagavond de eerste proeven. Giel Bos en Ton Hille laten er geen gras over groeien en nemen meteen de leiding. Op die eerste avond zijn er ook meteen de problemen voor Henk Vossen. We zien hem hier zo direct voor de gele auto van Dieter Depping rijden. Vossen maakt een fout, rijdt op één proef een rondje te weinig en wordt gedisqualificeerd. En het is voor Vossen dus bye-bye titel. Het ging dus nu nog tussen Erwin Dokter en Giel Bos. Dokter pakte hier vorig jaar de overwinning. Hier gaat met startnummer 11 Koen Vink. Hij leidt op dat moment de standaardklasse, de groep N. De eerste proeven in het donker konden niet alle rijders natuurlijk nog voluit gaan. Hier gaat bijvoorbeeld Theo Knoop, die nog een resultaat nodig had om te scoren voor het Nederlands kampioenschap. Op dit moment rijdt hij net buiten de top 10. Bij een van de servicepunten vroegen we Theo Knoop waar hij dacht te finishen. Een flauw idee, maar we moeten het rustig aan doen. We moeten hier finishen, want we missen een resultaat. We kijken rustig de kat in de boom, kijken wat er morgen gebeurt. De tweede dag dan. En Giel Bos gaat aan de leiding. Zijn voorsprong ten opzichte van de man die tweede ligt is 5 seconden. De man die tweede ligt is Michael Sundström, een beroemde naam in de rallysport die ook wereldkampioenschapsrallies gereden heeft. Daar komt hij aan, samen met zijn bijrijder Honkanen. Korte tijd ging hij zelfs even aan de leiding van de rally, maar op de laatste proeven moest hij toch terugvallen en uiteindelijk zou hij de vierde plaats behalen. Giel Bos dus vooraan in gevecht met onder andere Dieter Depping, Mark Soulet, maar ook met deze man. Het is Juha Miettinen. Vorig jaar had hij nog bijna het Nederlands kampioenschap gewonnen. Dit jaar heeft hij niet aan alle rallies meegedaan. Eentje heeft hij er weten te winnen en dat was de Tulpenrally. Dit is Hans Stacey, tweede in de groep en in zijn Mitsubishi. Maar hij gaat aan de leiding in de stand om het Nationaal Rallykampioenschap. In de rally ligt hij op dit moment op de 8e plaats in het algemeen klassement. Dan de problemen voor startnummer 6, Juha Miettinen. Lijkt hier nog keurig op 4 wielen te staan, maar niets is minder waar. Hij is van de weg geschoven en staat bijna in een slootje. Hier gaat Erwin Dokter voor de rally. Leek hij absoluut kanshebber, maar het mocht niet zo zijn. Hij wordt 6e overal in zijn kadet en grijpt daardoor net naast de nationale titel. De nationale titel gaat naar deze equipe, Giel Bos en Ton Hille. Ze worden 3e overal in de Hellendoorn Rally. De tweede plaats is er voor startnummer 5, de Belg Mark Soulet. En de overwinning gaat naar de jonge Duitser Dieter Depping. Hij is in Duitsland groep N kampioen en pakt hier dus een overwinning. Wij vroegen aan Giel Bos hoe blij hij was met zijn nationale titel. Heel erg blij, deze Bos. Deze Bos is ontzettend blij. Ja, dat is echt een hele opluchting. De laatste proeven waren eng. Het was glad en blubber. Ik moest toch nog hard rijden. Want ja, de Soulet en Depping die kwamen echt dichtbij. En ik wou toch nog proberen te winnen. Maar na de eerste keer zag ik dat ik 15 seconden verloren op de Luttenbergring. Ik had er nog 10 over. Het was geen haalbare kaart meer. Dus de laatste proef heb ik toch wel wat voorzichtig gereden. Okay. Hoe is het gegaan? Ik dacht het redelijk goed. We zijn hier naartoe gekomen om proberen voor Van Hoorn te blijven. Dat was onze uitgangspositie. Verder hebben wij niet gereden voor het algemeen klassement. Dat is alleen proberen de nationale rallytitel binnen te halen. En we zijn er denk ik toch wel goed in geslaagd. De cijfers op een rijtje dan. Depping en Wendel winnen dus de 10e internationale Hellendoorn Rally. Bos wordt 3e en pakt daarmee de nationale titel. Want de eindstand in het Nederlands kampioenschap ziet er zo uit. Eerste Bos en Hille, tweede Dokter en Banenberg, derde Van der Marel, vierde Vink en Vossen valt terug naar de 5e plaats.